Dag dames en heren, welkom bij aflevering 5 van 75 jaar vrijheid, waarin we het spoor van de bevrijders volgen. We schrijven 3 april 1945, de dag waarop Zevenaar werd bevrijd. En die bevrijding die kwam met een enorme knal. Jean Kreulen is er ook, met zoals altijd een voorwerp dat te maken heeft met de bevrijding. En ik vraag nu alvast uw warme aandacht voor het portret straks van Norman Adrian Belville. We volgen dus het spoor van de bevrijders. Begin vorige week waren we in Aalten. En inmiddels zijn we dus in Zevenaar. Als die Canadezen, de Royal Winnipeg Rifles, hier aankomen, ontmoeten ze nauwelijks tegenstand van betekenis. Wat ze wel aantreffen zijn enorme vernielingen aan het station. En er is zelfs een compleet kruispunt opgeblazen. Terug naar het Zevenaar van toen met Annemieke Schakelaar. Dit is de enorme puinhoop die de Royal Winnipeg Rifles aantroffen toen ze de stad binnentrokken. Opgeblazen in de nacht van 2 op 3 april. Deze hele kruising in het centrum van Zevenaar is één groot gat. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar wel zijn er 2 hotels vernield, een bakkerij en het huis van de Freules van Nispen. En als de Canadezen verder de stad intrekken, zien ze dat ook het station, de seinhuizen en een rangeerschijf zijn vernield. Waarschijnlijk het gevolg van het Nero-bevel van Adolf Hitler, die niet wil dat de infrastructuur in handen valt van de geallieerden. En wat we al vaker hebben gezien, wordt ook in Zevenaar bewaarheid. De grootste schade wordt in de laatste weken van de oorlog aangericht. Zevenaar ligt de laatste maanden van de oorlog in een spergebied. Dorpen rondom zijn geëvacueerd, maar de inwoners van Zevenaar liggen precies tussen 2 vuren. Aan de ene kant van de Rijn liggen de Britten en aan de andere kant de Duitsers. En het bezetten doet alles om de opmars van de geallieerden te vertragen. Thea Welman maakte dit van nabij mee. In de nacht van 2 op 3 april 1945 wordt Zevenaar bevrijd. Letterlijk en figuurlijk met een geweldige, doffe dreun. Op eerste paasdag, 1 april 1945, zagen de kerkgangers dat door Duitsers op het kruispunt, het vroegere hart van ons stadje, kisten met munitie in de grond gegraven werden. En daar was een lont gelegd naar ergens in de Molenstraat, heb ik me laten vertellen hoor, want ik was daar zelf uiteraard niet bij. En van daaruit kon men dan deze boel laten ontploffen, zodat ze zelf geen schade hadden. De mensen waren gewaarschuwd ook wel, want er zijn geen slachtoffers bijgevallen toen. Maar op een gegeven ogenblik, inderdaad, kwam er een ontiegelijke dreun, zodat iedereen wel wakker werd. En ik heb in mijn gedachten nog het gerinkel van glas en het geratel van de dakpannen. Toen het lichter werd, ging iedereen naar buiten. Geen soldaat meer te zien. De Duitsers waren weg. Maar op het kruispunt was een enorm gat. Echt een ontiegelijk groot gat met een heleboel mensen eromheen die aan het proberen waren om dat grote gat te dichten. Maar de Tommy kwam met een schuif en die schoof zo even in een paar minuten dat grote gat dicht. En Zevenaar vierde de bevrijding. Er was ook in de buurt nog iemand die plotseling allerlei rood-wit-blauwe vlaggetjes had. Wij hadden ons afgevraagd toen, waar hebben ze die in hemelsnaam toch altijd gehad? Want je hebt ze al zo lang niet meer mogen laten zien. Maar ze waren er, hè? En iedereen die maar wilde, die kon zijn vlaggetje krijgen. Daar konden we leuk mee zwaaien. Daarna begon de intocht en maakten we kennis met de Canadese en Engelse soldaten. Ze reden met jeeps en wij waren heel gelukkig als we een eindje mochten meerijden. Ik was een paar dagen later jarig en ik kreeg een plak chocola. En ik heb hem zo gekoesterd. Want zoiets eet je toch niet zomaar meteen op. Hij heeft wekenlang tussen de lakens in de linnenkast van mijn moeder gelegen. Totdat ik er inderdaad maar eens een keertje een stukje afgebeten had. Ja, en toen was het natuurlijk heel gauw gebeurd, dat snap je wel. Ja. Het was feest, ondanks alle puin en verdriet.
Ja, aan tafel Ingrid Mens van Kunstwerk Liemers Museum. Het was feest, ondanks alle puin en verdriet, zei Thea Welman. Is dat een goede samenvatting van de situatie zoals die toen was? Ja, dat denk ik wel. Het is namelijk de laatste weken, misschien 2 maanden voor de bevrijding, heeft Zevenaar heel veel te lijden gehad. Het spoor is herhaaldelijk gebombardeerd vanwege het feit dat het een belangrijke doorvoerlijn was naar Duitsland. Dat deden de geallieerden. Er zijn bommen gevallen op Turmak in de Kerkstraat. De Kerkstraat zelf, de Schoolstraat. Dus eigenlijk heeft die bevolking daar heel sterk in het nauw gezeten. Ja, en het venijn zat hem echt in de staart, hè? Voor Zevenaar, voor de bevolking die daar toen nog was, wel, ja. Ja, en dus, puin kunnen we wel verklaren. Het verdriet hangt daar natuurlijk gewoon onlosmakelijk aan vast. Ja, daar vallen natuurlijk doden bij. Maar het verdriet ook van het verlies van je huis, van de onzekerheid. Mensen uit de buurt die wel geëvacueerd zijn, Zevenaar niet. Ik begrijp uit de verhalen dat de meeste Zevenaarders daar stilletjes eigenlijk wel blij mee waren dat zij niet geëvacueerd zijn. Maar goed, aan het eind krijg je daar natuurlijk dan wel de nadelen van. Ja, het is fijn als je thuis kunt blijven. Maar die oorlog, we zeiden net al, die eindigde met een grote klap. En toen was het vrede. Is dat eigenlijk nog direct uitbundig gevierd? In die zin dat ik uit van mensen die het hebben meegemaakt wel begrijp dat er een enorme opluchting was. Maar ook de echte schrik van het feit dat dus in 1 knal met het opblazen van allerlei munitie, waar zelfs een vliegtuigbom bij zat, dat hele kruispunt verdwenen was. En de angst dat daardoor de Duitsers of de geallieerden misschien wel niet door zouden kunnen komen. Dus dat was heel gemengd. Ja. En dus echt feest. Ja, ik bedoel, alles lag in puin. Dus het was ook niet echt een toneel om feest te vieren, zal ik maar zeggen, toen die bevrijding was. Maar er was wel een enorme opluchting. Ja, er was veel opluchting. Als we even kijken, jij haalde het net al aan. Zevenaar was dus niet geëvacueerd. De plaatsen eromheen wel, hè? Is het nooit overwogen ook om Zevenaar wel te evacueren? Ja, wat mij verteld is door ooggetuigen is dat het 2 keer geprobeerd is. En dat iedere keer is voorkomen door de burgemeester. En de mensen die het mij vertellen, die zeggen, nou, daar waren wij eigenlijk wel blij mee. Ja. En het was natuurlijk ook niet zo'n feest als je huis geëvacueerd was. Want de mensen die terugkwamen, troffen heel vaak een enorme chaos aan. En spullen van hun die verdwenen waren. Ik heb ook mensen horen zeggen, er lagen ook spullen die niet van ons waren. Dus na de oorlog, maar we wisten niet waar ze vandaan kwamen. Dus het waren vernietigingen, maar ook plunderingen dus. Ja, zeker. Ja, en dus vond je het helemaal niet zo fijn. En dus waren ze eigenlijk wel blij met die burgemeester die het dus kennelijk 2 keer heeft tegengehouden, die evacuatie. Ja. Overigens is het ziekenhuis van Zevenaar is aan het eind van de oorlog wel geëvacueerd. Dus wat daar precies de reden van is, heb ik eigenlijk nooit begrepen. Maar dat is echt met paarden en wagens verder weg van Zevenaar. Doodzieke en kreupele mensen die over straat vervoerd werden. Ja. Ja, een bijzonder gezicht moet dat geweest zijn. We spreken straks verder, Ingrid. Dank je wel. Elke dag eren wij de helden die ons land bevrijden. Vandaag staan we stil bij een van de helden van Wiel. Norman Adrian Belleville. Hij was de bestuurder van de eerste tank die Wiel binnenrijdt op 2 april 1945. Maar hier op de Keppelseweg eindigt de oorlog van Norman Adrian Belleville. Zijn tank wordt frontaal geraakt door een Duitse granaat en Belleville en 2 anderen zijn op slag dood. Hij is een slimme en sportieve jongen, zo staat te lezen op zijn aanmeldformulier voor het Canadese leger. Hij houdt van zwemmen, vissen, boksen, jagen en lezen en komt over als een vriendelijke, betrouwbare vent. Volgens de keuringsarts zou hij een hele goede kok zijn. Dat komt omdat Norman half Wees is en altijd voor zijn vader en broer heeft gekookt. Normans moeder Helmi sterft namelijk aan tuberculose als hij nog maar 6 jaar oud is. Na zijn schoolopleiding gaat Norman werken als houthakker en visser. Hij heeft een eigen bootje waar hij erg trots op is. Als hij 18 is, gaat hij in het leger en vertrekt naar Europa. In mei 2013 wordt in Wiel niet alleen een straat naar hem vernoemd, maar ook een monument geplaatst ter nagedachtenis aan Norman en zijn kameraden.
Our sun. Sunshine passes, shadows fall, but love's remembrance outlasts all, staat er op zijn steen te lezen. Ja, aan tafel Jean Kreune, verzamelaar van objecten uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, je hebt er nu ook weer een bij, Jean. Hou hem eens omhoog als je wil. En ja, zeg maar, wat is het? Nou, dat is de Nationale Socialistische Volkswolvaart. Dat was een soort organisatie die aan de achterkant van het Duitse leger zorgde dat alles in goede banen liep. Ontspanning en dat soort zaken. Maar die werden aan het eind van de oorlog ook ingezet aan de IJssel-Westwalbouw. En rondom Zevenaar, in het Juvenaat, zat het SS-commando. En dat was een behoorlijk strikte organisatie. En die ronselde uit de hele omgeving, uit de hele Achterhoek, allemaal werkers voor de TOT. De organisation TOT, vernoemd naar Fritz TOT, de ingenieur die het ooit bedacht heeft. En dat moet je zien als het bouwbedrijf van de Duitse Wehrmacht. En die waren dus belast aan het eind van de oorlog met het aanleggen van loopgraven. Die Duitsers verwachten dus weer opnieuw vanaf Arnhem, van de andere kant van de IJssel, aanvallen. Dus een tweede poging na de mislukte slag om Arnhem. En ze zijn vanaf het najaar 44 en begin 45 als een dolle loopgraven, tankversperringen en dergelijke aan het graven geweest. Maar ja, de mankracht daarvoor, die moest dus uit de burgerij, uit de regio komen. Dwangarbeiders. En toen begon ook het grote onderduiken. En dat, niemand wilde dat, want je werd beschoten door geallieerde vliegtuigen, terwijl je in stelling voor de Duitsers stond te graven. Ja, levensgevaarlijk. Dat was geen fijne. Sowieso was het zwaar werk, maar het was ook nog eens een keer gevaarlijk werk. Het was, En deze bordjes, die gaven dan die grenzen aan waar ze... Ja, dit waren een soort meldpunten. En dan werden de ploegen, dus de werkploegen, verdeeld. En jullie moeten daar graven, jullie moeten daar graven. En daarvan was die Nationale Socialistische Wolfvaart, die was ingelijfd bij die TOT om organisatiestructuur aan te brengen in die stellingen. Ja. Wie waar moest zijn. Zijn er nog veel van of niet? Nee, dit is de enige die ik ken in ieder geval. En die heeft nog 2 jaar na de oorlog nog steeds aan een boom gehangen. En toen heeft iemand hem eraf gehaald. En uiteindelijk is hij in mijn bezit gekomen. Dus we hebben weer een pareltje aan tafel. Absoluut. Dankjewel, Jean. Dit jaar dragen we de vlag van herdenken over aan de jongste generatie. Maar dan moet de jeugd natuurlijk wel weten wat er allemaal gebeurd is in de oorlog. Daarom duiken kinderen uit Zevenaar in de kranten van toen. En wat lees je zoal? Strips, verhalen, over bombardementen sommige. Ja. Sommige over dat Hitler dood is, maar dan aan het eind van de oorlog. Ik heb een stukje uit de nieuwe Rotterdamse Courant. Duitse aanval op Nederland. Vanochtend om 3 uur hebben de Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Waarom heb jij dat stukje uitgezocht? Ja, ik vond het ook heel interessant dat dit was het einde en dat ze heel blij waren en zo. Komt uit de krant met de Franse naam. Eindelijk is de bevrijding van Dam toch ook voor westelijk Nederland gekomen. Bij hun intocht in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en andere steden en dorpen werden onze Canadese en Engelse bondgenoten letterlijk overrompeld. Door het oogoplaaiende enthousiaste der gehele bevolking. Bijna 5 jaren van Duits schrikkelbewind liggen achter ons. Maar heb je nou ook een indruk van hoe mensen toen leefden? Een beetje. De Joden waren vooral bang. Bang dat ze naar de concentratiekampen moesten. Ja. En na het bombardement, iedereen moest weer opbouwen en al. Als ze er geld voor hadden. Ja. Sommigen gingen vluchten. Want ze dachten dat het niet meer goed zou komen en zo. Ja. En dan komt de bevrijding. En iedereen was heel opgelucht. Blij dat ze weer dingen mochten doen. Dat de Joden weer naar de dierentuin en zo mochten. Ja, mooi Ingrid, hè? Die kinderen, hoe die met die oorlog... Dat is wat jullie natuurlijk met het Limburgs Museum ook proberen. Dat overdragen van die oorlog. Ja, we hebben daar ook echt een speciaal Tweede Wereldoorlog project voor. En dat gaat dan een beetje over de streek. En een van de belangrijkste elementen die wij dan hebben is het evacuatiespel. Je moet vluchten of je wordt geëvacueerd en wat neem je mee?
Ja, ja, ja. En wat laat je na 5 kilometer achter? Maar je ziet ook aan het filmpje hoe die kinderen er helemaal in opgaan. Hè? Dat merk jij ook ongetwijfeld met zo'n evacuatiespel. Ja, 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 dat wordt op een gegeven moment heel serieus. Ja. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Terug naar 3 april 1945. De bevrijding is daar. Hoe heeft Zevenaar zich na de oorlog herpakt? Want dat was natuurlijk enorme schade. Ja, nou wat de puinhopen op het kruispunt, daar hadden we dan wat in Zevenaar de Tommies genoemd worden, maar wat natuurlijk de Canadezen waren. En Zevenaar begint eigenlijk meteen met het opruimen van de gebouwen die overal kapot neerliggen. En er wordt ook heel snel wel begonnen aan herbouw. Het kruispunt blijft eigenlijk volgens mij een hele tijd kaal. Waar dat enorme gat was geslagen. Ja, want daar stond het grote huis, het Hoek, van de Freules van Nispe tot Bannerden. Die hadden ook een hele grote tuin daarachter. En aan de rand van de straat lagen dus wat bedrijven van middenstanders. Doordat de Freules denk ik het grootste deel van de grond hadden, is er even over nagedacht, ja, hoe gaan we hier nu mee om? De Freules hebben een nieuwe bungalow gebouwd. Echt, als je dat vergelijkt met het Hoek. Nou ja, wij hebben er foto's van, maar dat is echt een heel klein bungalowtje, een noodwoning. En dan besluit Zevenaar om op die plek, waarschijnlijk toch ook wel weer in overleg met de Van Nispes tot Bannerden, het nieuwe gemeentehuis te bouwen. En dan ontstaat daar wat wij nu het Raadhuisplein noemen. Ja. En aan de hotels die daar stonden waren hele markante gebouwen. Nou, die waren natuurlijk ook weg. Wij hebben daar aan één kant nog echt naoorlogse bouw. Iconisch wordt het nu genoemd. Sjaan, dit soort dingen, dit soort besluiten, die knopen die doorgehakt moeten worden, dat is heel herkenbaar, hè? Want het was natuurlijk overal in die laatste weken van de oorlog, maar ook gedurende de oorlog, veel vernietigd. Ja, nou kijk naar Doetinchem. Doetinchem, daar zeggen ze ook, is na de bombardement is daar de ziel ook totaal uit. Die stad, ja, dat ziet er ook echt naoorlogs uit. Maar Zutphen bijvoorbeeld lag ook helemaal in puin. En die hebben ze helemaal toen al gelijk historisch herbouwd. Dus het is de keuzes die toen gemaakt werden. En dat waren ook hele lastige keuzes, omdat er ook heel veel gebrek was aan bouwmaterialen en ja, vakmensen op dat moment. Ja. Ingrid, als je nu kijkt naar Zevenaar, hè, naar alles wat daar wat er gebeurd is, herbouwd is. Heeft Zevenaar zich hersteld? Is het oude Zevenaar, voor zover dat kan, en weer? Nou, een eind ver bij het Raadhuisplein denk ik dat de gemeenschap nog steeds zoekend is. Hoe geven we dat weer de ziel die het vroeger had? Het kruispunt van Zevenaar. Nou, dat is nog steeds niet gelukt. Ik woon vanaf 89 in Zevenaar. Ik heb al 4 pogingen meegemaakt om het te verbeteren. Uiteindelijk gaat het lukken. Daar ben ik wel van overtuigd. Want uiteindelijk wordt dat in de geschiedenis altijd zo gedaan. Maar het blijft, ja, nog steeds een heel moeilijk punt. En als het lukt straks, dan is er in elk geval meer dan 75 jaar overheen gegaan. Ingrid, dank je wel voor je verhaal. Dit was In het Spoor van de Bevrijders. Ik verwijs u graag door naar ons YouTube-kanaal, want daar vindt u nog langere versies van de reportages die u in deze uitzending over Zevenaar heeft gezien. En natuurlijk nog veel meer andere reportages over de Tweede Wereldoorlog. De karavaan trekt weer verder en morgen staan we stil bij de bevrijding van Lochem. Tot dan.